Hoe kan je snel lege cellen in uw tabel selecteren? Eerst moet u de cellen selecteren. Dan gaat u naar uw Home of Startmenu en daar kiest u uw Find and Select of Zoeken en Selecteren. U kiest er Go to Special, Selecteren Speciaal en daar zegt u dat u de blanks of de lege waarden wenst te selecteren. U klikt op OK en u merkt dat Excel dan alleen maar de cellen selecteert die leeg zijn. U brengt de waarde in die u wenst, hier 0, en dan doet u niet Enter, maar Ctrl Enter. En dan gaan die ene waarde in alle geselecteerde cellen geplaatst zijn. Ziezo, snel en efficiënt.